Ik ben de Greef. Ik assisteer Johan, zeg maar, de middensleepjacht van het Grotershof, Aal, Riksel en Helmond te assisteren. Onze taak is om de wegen af te zetten in verband met het jagen van de meute en de oversteek, zeg maar, met de paarden om het gevaar eraf te halen. Dus we zetten de wegen af en dit is eigenlijk onze taak, dat het veilig gejaagd kan worden. Ik ben Kim. En we assisteren Johan al een jaar of vijf met de slipjacht om alles veilig af te zetten. De wegen afzetten, zorgen voor de algemene veiligheid. Als er iets gebeurt, dat er een hond kwijtraakt of er is iets, dan zorgen wij dat dat goed gaat komen. En we zorgen ook voor dat auto's ook achter ons aan kunnen rijden. En we verstrekken informatie aan mensen die daarom vragen. Dus, ik ben Pascal en eigenlijk hetzelfde verhaal, een beetje de wegen afzetten en het verkeer begeleiden en dat alles in goede handen, alles goed verloopt, zeg maar. Martijn, die houdt er nooit lang vol, hè? Dat zie je weer.
Nou, we zijn hier samen op de jacht Bakel. De jacht die Johan van der Vorst voor ons uitgezet heeft. En voor ons bedoel ik de Midland Hunt. Midland Hunt is een slipjagervereniging, een van de vier in Nederland. En Johan die viert vandaag zijn 800ste jacht. Dus die man heeft al 800 jachten te paard door de velden gedenderd. En die heeft dus een schat van ervaring in het jachtrijden. Goed, maar sinds de laatste aantal jaren is hij lid bij ons en hij is nu 800 op de teller staan en hij is duidelijk voornemens volgens mij 1000 te gaan halen. Maar goed, daar is voor niet iedereen weggelegd, maar ik denk dat Johan een aardige poging gaat doen om die 1000 te scoren. Ja, en die man die is gewoon, ja, die zit in het zadel gekleefd. Hè. Na 800 jachten heeft hij zoveel, even zoveel keer trainingen gehad, 100 exercises. Ik heb gisteren een beetje thuis na zitten tellen wat, hoe lang die man te paard zit. Maar als je dat zegt in dagen, dan is Johan 10 jaar een paardrijder. Ik ben altijd eigenaar geweest van Bos en Duin Uithout, waar vroeger dan de slipjacht thuis was, de Veluwehunt. Daar kwam Johan van der Vorst, is op zeker moment bij mij gekomen en die is komen jagen op de Roense Duinen. Die kende de weg beter als andere mensen, wij spreken. Wij, over onze seneurs, wij zijn opgericht in, ik dacht in 1970, 75. En omdat dus de Uit België kwamen ze blazen en op een zeker moment zeiden we, nou dat moeten wij ook kunnen. Dus toen zijn wij, en wie met smeer kwam de mensen vandaan, toen zijn wij aan blazen gegaan. En onze club, ja, wij het jammeren is, op een zeker moment heb je goede blazers en die vertrekken van het podium. En die gaan we ergens anders toe en dan valt zo'n club steeds uit elkaar. Dan blijf je toch met bepaalde mensen. Dus we blazen niet als de beste, maar we horen erbij en we blazen graag. En, We vinden het fijn om een uitnodiging te krijgen om wezen te zijn. We zeggen altijd zonder drank geen klank, dus we moeten altijd een portje bij om toch ja, te kunnen blazen. Over Johan terug te komen. Ja, Johan is jaren de fieldmaster geweest en die heeft hem zeker het podium verlaten, jammer genoeg. En is hij van Arne Riksel is hij weggegaan, is hij naar de meute weggegaan. En wij blazen voor de Trippelbier, we blazen voor de Veluwehunt. We maken geen onderscheid en we blazen waar we uitgenodigd zijn. Er werd mij gevraagd, ken je Johan van der Vorst? Ik zei, nou Johan van der Vorst, die ken ik al heel lang. Die kwam bij mij in Bos en Duin vroeger. En zeker met de fieldmaster, en die kende de Roense Duinen beter als wie ook. Het is jammer gewoon dat die man heeft een enorm veel geld gekost. Nooit geen dranklust. Nee, nee, dat klopt. Want er was maar één appelsapje op een cola. Ik had nog slecht de klant. Op een cola die was tevreden. Ja, klopt. En we hadden liever dat een klant wijn dronk of iets anders. En ik ging in de cola. Dat was nog een beetje. Ja. En dit is je 800ste slipjacht. Dit is mijn 800ste. Ja, ik ben in 1973 voor de eerste keer in het jachtveld verschenen. En in de eerste jaren natuurlijk 1 jacht, 2 jacht, 3 jacht. En langzaam maar zeker werd er steeds meer. Op een gegeven moment lid geworden van de Veluwehunt. En op een gegeven moment huntsman geworden bij de Veluwehunt. En toen heb ik op een gegeven moment 645 jachten gereden bij de Veluwehunt. En toen met een medisch verschil en een gebrek aan, kreeg ik een handicap aan mijn knieën. Geopereerd worden en zo allemaal. En toen ben ik bij de Midlands gereden en ik rij vandaag mijn 800ste. Dus, ja. Dat is een totaliteit, hè? Dat is een totaliteit, met een ander erbij. Ja. Dag meneer. Dag meneer.
Zal ik ze helemaal verdrunken, denk ik? Ja, eentje. Ja, die hebben lang op de kamer. Hey, kom maar! Zo komen we naar de Thank you.